Voorzitter, dank u wel. De minister sprak over deescalerend optreden. Met voorkeur. Nou is het doel van deze demonstranten van Extinction Rebellion vooral escaleren, denk ik. Ontregelen, mensen in de weg zitten, mensen boos maken. Daar is jaar 21 al een tijdje klaar mee, voorzitter. En mijn vraag is, waar is de grens van het deescalerend optreden bereikt voor de minister? Wanneer zegt u, daar houden we maar eens mee op. We gaan deze mensen gewoon wat harder aanpakken. We zetten ze wat sneller weg waar ze niet horen te zijn. We laten ze duidelijk zien waar ze wel kunnen zitten of hangen of plakken, wat ze maar willen. Maar niet op die plek. Minister. Voorzitter, de heer Eertmans en ik komen allebei uit de lokale politiek. En we weten dat dat niet aan Den Haag is, dus aan de Tweede Kamer of aan mij als minister. Maar aan de burgemeester en de politie en het Openbaar Ministerie lokaal. Om te zeggen, elke dag weer die afweging te maken als er een demonstratie gaat plaatsvinden of een actie. En in Den Haag gebeurt dat heel veel. Dus elke dag opnieuw die afweging te maken. Wat is waar toegestaan? Is het veilig? Zo niet. Waar kan het dan wel op een veilige manier? En hoe gaan we handelen als mensen dat toch op een andere manier doen? En u weet, voorzitter, ik heb hier gestaan als het ging over de boerenacties, over Zwarte Piet, over van alles. En nu dit weer. En ik zal altijd erbij zeggen, ik sta altijd achter de burgemeester, politie en justitie lokaal. Wat zij besluiten is wat ik steun, omdat zij weten wat er lokaal de afweging is. En daarom ben ik altijd terughoudend met zelf daar waardeoordelen aan te geven, want dan krijgen zij een lastigere lokale afweging. En daarom hou ik mij altijd in. Ja, de heer Eerbans. We staan allemaal achter die lokale besluiten en ook achter de driehoek. Maar dit knaagt natuurlijk ook aan het vertrouwen in het justitieapparaat. Dus ook aan de minister en uw apparaat en de hele rechterlijke macht, de rechtsstaat waarin we leven. Als vooral dat voorbeeld blijkt dat demonstranten die worden opgepakt, worden weggespoten of weggehaald en vervolgens precies de volgende dag weer bij dezelfde demonstratie alsnog de boel onveilig maken. Kijk, dat snapt men niet in Nederland. Dat snapt men niet voor de televisie, snapt men niet als je de krant leest. Dat snappen wij ook niet. Dus de vraag is, hoe geloofwaardig is het dan als je besluiten neemt en vervolgens ze eigenlijk niet handhaaft? De minister. Kijk, het is en helemaal zoals de heer Eertmans zegt, de politie grijpt heel erg snel in. Er gebeurt heel veel, gelukkig. En dat is ook goed. Dat is ook hoe de politie hoort op te treden onder gezag van de burgemeester op dat moment. Dus die bepalen dat. En ik weet zeker dat de burgemeester, politie en justitie ook precies wat de heer Eertmans zegt ook zullen wegen. Hoeveel dagen is dit gaande? Hoe ziet het eruit? Wat gebeurt er? En hoe treden we daar nu op? Maar ook die afweging is dan nog steeds lokaal, omdat zij ook wellicht ook in contact kunnen staan met de organisatie. Laten we weer teruggaan ook naar de verantwoordelijkheid van de actievoerders. Doe het alsjeblieft een paar honderd meter verderop, daar waar het toegestaan is. En hoeven we deze hele discussie niet te hebben. Maar sterker nog, hoef je al die politiemensen niet vrij te spelen. En dat is niet alleen overigens vanuit hun wijk, gemeente of dorp. Maar ook vrije uren inleveren, extra shiften draaien. Ja, dat zou ik wel echt heel erg graag anders willen zien.